Tweede of drie. derde keer. Ja. Derde keer voor jou. Mark? Vijf. Vijf, denk ik. <laughs> vijf zijn het moeilijk. Ja. Sim? Ja, ik denk ook vijf, maar jij bent toch wel vaker geweest dan ik. Nou, dan maak ik er zes van. Dan... <laughs> Hoi, leuk dat je luistert naar de allereerste Tweakers podcast van 2019. We hopen dat je met je veilig de feestwagen gekomen bent en een leuke tijd gehad hebt... Uh, en wij gaan weer aan de bak. Want uh, we hadden het net even over voordat de recordknop aanging. Wij vliegen uh, zondag naar de CES. De Consumer Electronics Show. De grote techbeurs van het jaar, misschien wel. Um, en dan gaan wij hopelijk zien wat komend jaar in tech ons een beetje gaat brengen. En in deze aflevering kijken we daarna vooruit met de mensen die daar volgende week rondlopen. Dat ben ik zelf, Wout. En uh, ik heb uh, links van mij Sim Kranenburg. Hallo en een gelukkig nieuwjaar, luisteraars. Hier rechts van mij Julian Huibrechts. Yes, beste wensen allemaal. En Mark van der Kruijt. Hallo, hallo. Maar natuurlijk eerst de highlights. Julian, heb je nog een beetje? Ja, je hebt gewoon gewerkt met de feestdagen. Hè? Ik heb gewerkt met de feestdagen. Ik ben daarvoor lekker lang op vakantie geweest en met Kerst en de dagen daarvoor gewoon uh, hard doorgegaan. Dus Jij hebt gewoon alle technisch in de gaten heb Alle technisch in de gaten gehouden. En al dat technisch en wat en je. zo waar, ge... zo waar was er? Op de laatste dag van het jaar was er nog spannend nieuws. Er was uh, spannend nieuws vertel. Precies. Uh, Nokia of HMD komt met de Nokia 9 PureView. Is nog niet officieel, maar ja, bijna alles is nu uitgelekt, dus uh, we weten het nu wel. Dat is een telefoon met aan de achterkant vijf camera's. Niet één, niet twee, niet drie, niet vier. En ja. Sim deed net zijn zo klinkt het bijna. Maar rrr, vijf, 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 ja, vijf, vijf. Er wordt altijd een beetje lachig over gedaan alsof dat de nieuwe megapixel race is, de camera race. Kijk, de megapixel race was natuurlijk de grootste onzin ooit. Want uh, 20, 30, 40 megapixels in een telefoon, je hebt er helemaal niks aan. Ja, is ik... voor mijn Instagram posts uh, Ja, beeld. Precies, die worden dan nog veel mooier. Precies. Maar goed, je ziet ook, alle fabrikanten zijn eigenlijk weer terug gaan, te gaan naar een beetje 12 megapixel sensor. Dat is gewoon een goede middenweg voor zo'n kleine chip. Maar door meer camera's te gebruiken, kun je ook gewoon veel meer met uh, zo'n camera doen. Want met een beetje geluk wordt het een soort van computational photography. Dan gaan we echt uh, beelden van die vijf camera's combineren. Bijvoorbeeld uh, de details uit al die sensors combineren. En dus de, krijg je gewoon meer uh, lichtinval. Dus dan kan je weer... Uh, als die software goed genoeg is, kan dit echt heel tof worden. Nou, dat is wat Google ook een beetje heeft laten ja. zien. Als je ziet wat zij met de Pixel uit één ja. camera halen. Vergeleken ja, met wat andere met uh, meerdere camera's is, doen. Ik, ik vrees daar wel een beetje voor. Kijk, Het, is natuurlijk wel, uh, het concept is heel, heel tof en de hardware is waarschijnlijk ook wel tof. Maar hoe gaat het, hoe gaat het met de software? Um, in een filmpje wat is uitgelekt, uh, staat al wel dat uh, je in Google Foto's de scherpte-diepte aanpassen. Okay. Um, dus het feit dat dat in Google Foto's gaat, vind ik wel een goed teken. Want dat zou erop kunnen duiden dat ze samenwerken met, uh, met Google. En daar zitten volgens mij heel veel mensen op de imagingafdeling aan dit soort software te ja. werken. Ja. Maar zou dit dan een beetje de um, goedkope, betaalbare versie zijn van, hoe heet het ding, de L L16? Ja, Hebben we een keer gehad. Dat was volgens ja. mij dus een, een, een ja. echte camera met 16 verschillende sensoren ja. en lenzen achterop. Ja, er zijn ook, ook uh, geruchten over dat Nokia zou samenwerken met, uh, met Light, die startup die dat ding maakt. Dus dat zou kunnen. En ik ben heel benieuwd wat die vijf camera's precies gaan doen. Want uh, ja, mijn ideaal zou zijn een grote camera, een normaal brandpunt, een telelens en dan misschien nog wat extra sensoren voor extra kwaliteit uh, lichtinval of wat dan ook. Maar ja, als ze dat een beetje leuk voor elkaar krijgen, wordt dat een hele interessante telefoon, denk ik. Hoe groot gaat het ding worden? Want ik zie nu eventjes een, een gemiddelde telefoon vormen in teardown-modus. Dus hoeveel ruimte er voor ja. uh, PCB-camera-sensors zijn. De dus telefoon ik... zelf is niet, uh, niet gek groot. Het is gewoon een, een 6-inch-telefoon. Nou ja, verlengd scherm, dus 6-inch is niet groot tegenwoordig. Uh, en het oh, oké. Niet... Okay. Ik wilde al zeggen, gewoon een 6-inch-telefoon. Nou ja, dat, dat zijn tegenwoordig bijna de kleinste telefoons. Want dat zijn natuurlijk gewoon de, de 5,3-inch-telefoons, maar dan met een langer scherm. Um, uh, dus ja, heel veel kleiner gaat het niet worden. Of je moet een, een iPhone nemen. Um, uh, maar hij is ook niet, niet overdreven dik, dus het zullen vrij kleine sensoren zijn. En de, ja, de camera's zitten aan de bovenkant uh, de, erin verdeeld. Misschien gaat dat ten koste van wat accu of, of ja. uh, geen idee. Maar, ja. Wat zeggen de geruchten over wanneer dit allemaal officieel wordt? Uh, begin januari zou, uh, zou HMD het toestel aankondigen. Zijn ze dus op CS? Waarschijnlijk uh, gaan we daar wel iets zien, ja. Oh, cool. Dan ja. kunnen we even langs. Kunnen we wat fotootjes snappen op de beursvloer, waar het altijd... Uh, Schraal belicht is ja. of veel te veel licht of veel te weinig. Ja, licht. hopen dat, uh, dat we ja. daar tegenkomen. Ja. Okay. Yes. Als hij het daar doet, dan doet hij het overal. Precies. En dan kun je nog de strip mee opnemen. Ah, dat wordt, ik zie dat helemaal zitten. Sim. Ja, uh, ik zag een leuk uh, nieuwtje um, over een um, ja, soort uitvinding. en die wordt genoemd Flextech. En dat is een um, semiconductor, een, een halfgeleider. Uh, die warmte rechtstreeks om kan zetten in elektriciteit. En dat dan weer uitgevoerd op een flexibel substraat. En wat kan je daar nou mee? Nou, dan kun je restwarmte, die je uh, over hebt van, van iets, bijvoorbeeld de uitlaat van je auto of zoiets, rechtstreeks omzetten in elektriciteit. En dat vond ik een hele interessante ontwikkeling. Want zoals je weet is het uh, rendement van een uh, gemiddelde brandstofauto uh, nou ja, ergens onder de 40%. Uh, procent. En we hebben altijd heel veel warmte over die vrolijke uitlaat. Als je dat nou eens gewoon kan gebruiken om een, een accu op te laden, ik zie dat wel als een hele prachtige techniek waar we nog, uh, nog veel van gaan horen. Er zijn heel veel processen met, met restwarmte. Mijn dus, PC thuis. Ja, PC. Uh, en dus uh, grote serverruimtes uh, is natuurlijk warmte afvoeren is, uh, is een groot probleem. Dat gaat heel veel elektriciteit verloren aan uh, koelcapaciteit. En bovendien dit is flexibel toe te passen. Uh, Tussen de 100 en 150 graden schijnt goed te werken. Dat is wat warmer dan uh, IC's eigenlijk mogen worden. Maar dit door ontwikkeld in de toekomst zou het vrij aardig zijn om uh, ja, rechtstreeks uh, op warmtebronnen. Uh, warmte om te zetten in, uh, in elektriciteit. Ik vond het een hele, hele interessante ontwikkeling. En stond er ook bij hoe groot of klein ze dit kunnen maken? Nou, het, 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 het zijn uh, halfgeleiders, dus dat, uh, dat, dat kan uh, heel klein, maar je moet natuurlijk een flinke oppervlak bestaan, beslaan om genoeg warmte om te kunnen zetten. Maar het idee is dus, doordat dat op een flexibel substraat zit, is dat het heel erg uh, makkelijk toepasbaar gaat worden. Bijvoorbeeld. Als het flexibel is, om je uitlaat heen van, van je auto heen rollen, noem maar wat. Maar zou dit ook al nut hebben? Uh, ik weet niet of ze daar iets over gezegd hebben hoor. Ik denk nu bijvoorbeeld als jij een hele high-end laptop hebt met zo'n rooster waar allemaal warme lucht uitkomt, is dat ook al inzetbaar? Of hebben we het dan over het nee, dat, dat is allemaal nog in een lab en het is allemaal nog heel erg uh, experimenteel. En zoals ik al zei, ja, tussen de 100 en 150 graden. Dus ja, oké, okay, het moet wel wat warmer zijn. Ja, dat, dus nou ja de CPU's in laptops uh, tikken onder 100, 100 graden wel aan. Nou ja, als, en, al, en als ze als dat oké okay vinden dat ze 100 graden ja. zijn, want dat vinden we eigenlijk ja. te warm. Nou ja, dat is de, de Dan zou het dus, net, ja. net kunnen. Dus het, ja, de, de, maar je kan je dus voorstellen dat je in plaats van heatpipes gewoon uh, uh, elektriciteit daar vandaan haalt. Nou, hoe, hoe mooi is dat? Dan terughalen in de accu. Ja, ja. doen. Hij staat nog niet op CES, denk ik, als ik het zo hoor. Nee, nee, dat is nog ergens in een lab in Japan uh, was dit. CES 2024 misschien. Laten we het hopen. Uh, Mark. Ja. Nou, Bandersnatch staat er op mijn velletje. Klopt. Ja, in tegenstelling uh, tot Julian heb ik uh, de afgelopen dagen alles gedaan, uh, behalve werken. En uh, wel veel met familie en vrienden doorgebracht. Uh, en uh, een klein beetje Netflix gekeken. En uh, ja, daar is de afgelopen dagen Bandersnatch uh, verschenen. En dat is een... Uh, een uh, Black Mirror uh, film. Ik denk dat we allemaal de Black Mirror serie uh, wel kennen. Ze hebben wel vaker specials. Uh, nu is het echt een hele film. En het leuke daaraan is dat het een interactieve film is. Um, wat helemaal niet nieuw is, maar volgens mij wel de eerste op Netflix. Uh, en het leuke daaraan is, is dat je ja, dat je dus een soort van invloed kunt hebben op het verhaal. Dus je krijgt af en toe een keuze voorgeschoteld. Ja. Um, hoe lang heb je daarnaar gekeken? Want ik zag ergens dat het in totaal is, het echt uh, 300 minuten of zo. Maar als je hem kijkt, zou het 90 minuten zijn. Dat schijnt, ja. Ik ben dus ook nog niet uh, klaar. Ik denk dat ik op een half uurtje zit. Ja. Uh, maar het grappige is, ik denk dat ze dat bewust hebben gedaan. Je kunt ze ook niet zien op de timer hoe ver je bent. Mm. Je kunt ze ook niet terugspoelen, omdat het natuurlijk de keuze zou beïnvloeden. Dus ik denk dat ik op een half uurtje zit en ik heb daar iets van vijf keuzemomenten gehad tot nu toe. Okay. Voor wat voor soort keuzes zonder misschien al te veel te spoilen. Want ja, ik heb is... zelf niet. Maar zijn dat hele grote verhaallijnkeuzes? Of juist uh, kleine dingetjes die een groot effect kunnen hebben, een soort butterfly effect? Ja, om een voorbeeld te geven. Er zijn hele kleine en dat is geen spoiler. Waarbij je uh, um, die jongen gaat op een gegeven moment naar een winkel toe om een plaat te kopen. Kun je kiezen welke plaat het dan is. Oh ja. nou, misschien en dan hebben ze twee scènes gefilmd. Ja, bijvoorbeeld. Met een met de ander. Ja. Het gaat trouwens over: misschien niemand die het weet, maar het gaat over. Uh, een jonge game developer die een, die een spel gaat ontwikkelen. Um, en zoals alle Black Mirror-verhalen uh, zit er altijd wel een diepere laag in. Het is een uh, beetje dystopisch altijd. Toch? Ja, dus uh, dat gaat hier volgens mij ook zeker weer plaatsvinden. En, uh, en daarom vind ik het eigenlijk gewoon sowieso zo'n tof serie. Omdat dat voor ons, denk ik, um, de, de invloed van technologie op de samenleving. Dat, ik denk dat wij als tweakers en zo dat allemaal altijd wel. Wel kritisch bekijken en ook wel in kunnen schatten hoe het helemaal fout kan gaan, kan gaan zeg maar. Ja. Maar ja, volgens mij zijn er ook heel veel mensen die dat beeld natuurlijk helemaal niet hebben. En, en daarom is die serie wel, uh, wel zo tof, vind ik. En nu je een half uurtje hebt gezien, mm -hmm. uh, denk je dan dat de interactieve film een grote toekomst beschoren is? Want dit is, in, zoals je zelf al zei, al vaker geprobeerd. Ja. En eens in de zoveel tijd, uh, maakt er eens iemand een interactieve film met stemmen of wat dan ook? Mm -hmm. Is dit na het nieuwtje. Wil je nou ja. volgende week weer heen kijken? Of? Nou, tot nu toe vind ik het is het, is het gimmicky. Ja. Maar ik denk dat ik daar dat... pas goed over kan oordelen als ik hem helemaal gezien heb, natuurlijk. Maar de, uh, uh, vanuit de makers is het natuurlijk heel slim. Want ze hebben op die manier gewoon veel aandacht. Het is een aanloopje naar het vijfde seizoen Dan hebben ze dat natuurlijk gewoon heel slim gedaan. Ja. Ja. Nee, en, en wel de, de herkijkvalue uh, mm. van je film gaat nou. natuurlijk wel heel erg omhoog. Want ja. als je nou, als je nu al een half uur vijf keuzes moet maken, laten we zeggen in de hele film. 10 keuzes, misschien wel 15. Dan zijn er best wel variaties van die film mogelijk. Dat is een beetje hoe met games natuurlijk ook het is. Een compleet lineair gedreven game. Nou, die speel je één keer, dat is tof. Maar ding waarbij je, uh, je alle kanten op kan gaan. Ja, wel één tip. Kijk hem niet op je smart TV. Dat, dat wel, werkt niet? Nou, het werkt wel. Maar die afstandsbediening, dat reageert zo traag. En je hebt wel een bepaalde tijd waarin je moet reageren. Een soort quicktime event in je film, uh, dan ja, maar. dus dan weer een brakke afstandsbediening. En en doet hij anders dan een random keuze als je niks doet, of gewoon de keus? 1, zeg maar, ja, de keus 1, inderdaad. De, de leukste keuze die de regisseur eigenlijk wie weet, ja, ergens wordt. moeten zij dus wel eentje op plek 1 zetten waarvan zij denken, ja. die is misschien wel. Nou ja, al die andere keuzes hebben ze worden normaal gesproken gewoon in uit het uh, script ge, geschrapt omdat dat minder leuk is. Dus je, dus je kiest eigenlijk nooit de optimale film. Je nou ja, zou dat dat denken dat de regisseur de voor zichzelf wel een idee heeft wat de meest optimale lijst van keuzes is. Ja. Zo, uh... zo schrijf je een filmscript, toch? Je ja, denkt allerlei mogelijke. in op... schrijf je, niet zo'n interactief filmscript. Nee, nee uiteraard <laughs> niet. Maar, maar het is een beetje ja. A-B-testen nee, maar... met je keuzes. Ja. Maar wat ik me nog wel even afvraag. Je zegt: ik heb het op mijn Smart TV gekeken. Mm -hmm. ik, dit was de eerste Netflix. Film die dit doet, toch? Ja, er nou ja, zijn wat kinderseries die ze al op deze manier gedaan hebben. Maar, maar blijkbaar het, uh, zit dus in elke Netflix-app, want er zijn heel veel verschillende soorten Netflix-app. Ja, je kan op je tv, kun je kast, je hebt Smart TV, je hebt op je set het, het werkt niet op alle apparaten. Het werkt bijvoorbeeld niet als je Chromecast gebruikt, uh, schijnt. Ik moet het nog doen. Ik heb thuis een Chromecast, maar dat. Uh, ik ja, ik, moet ik wil hem ook nog kijken. Een, uh, maar ik zou hem dan op Android of, TV uh, kijken. Ik gok dat ja, dat wel dan werkt. Ja, dat heb ik ook. Dus gewoon de ingebouwde app, inderdaad. Ja, precies. Maar, maar dan moeten ze hem dus niet Netflix-client Dat zijn er wel meer dan 10, 15, 20. Ja, maar het zijn meestal gewoon op arm gebaseerde dingen. Dus onder, onderhuidsverschillen die niet zo... veel... Supporten zoveel. ze gewoon. Ja. Maar zou je zeggen, voor mensen die het horen, Mark, zeg ik, ik heb dit nog niet.. Is het wel die 90 minuten waar je tijd waard om gewoon een keer te proberen? Nou ja, ik ben een groot fan van de serie. Ja, dus okay. dus dan, is het, uh, dan is het wel tof. Maar Jee. zeker als tweaker zijnde, ja, het is natuurlijk een onderwerp, het is jaren 80, als je daarvan houdt, dan moet je ook zeker kijken. Ik heb hem ook uh, sowieso op mijn watchlist staan, dus ik moet ja. zeker kijken. Kan dit dan ook... Ik denk wel, want we zitten natuurlijk binnenkort in een vliegtuig. Ja, het, het, hij zal gewoon één videofaal binnentrekken. Ja, maar Je kan hem niet downloaden. Dat zag, ik. zat om te kijken inderdaad. We nee, zou dat zo'n moeten downloaden. Ja. downloaden. Ja. Ja. Jawel, maar ja, dan kan niet op okay, dat ergens. Je kan, kan het niet opslaan of zo. Oké, dat kan niet. Netflix, sorry. Dus, op mijn, oh, ik, ik ben uh, op mijn ipad dingen aan, down, aan downloaden, maar ik kan Bender Sneds niet, niet meenemen, helaas. Jammer, de pammer. Hmm. Dan moeten we dat op een andere manier kijken. Yes. Um, dan had ik zelf nog eventjes een dingetje gelezen, want ik heb ook het nieuws. Ik heb niet heel veel gewerkt, maar wel het nieuws in de gaten gehouden. Ik weet nog dat ik, uh, ik denk voor het vorige Tweakers Magazine of het magazine daarvoor, hebben we altijd een, een stukje, dat hebben we tien jaar geleden. Dan kijken we even wat er toen allemaal beschreven werd of aangekondigd werd in de wereld van tech en wat er nu van gekomen is. En uh, dus een tijdje terug deed ik het voor het magazine en toen was het een bericht uit 2006 ongeveer van Samsung. Die zei nou nog twee, drie jaar en zit in elke laptop zit een OLED-paneel en uh, iedereen heeft dan een OLED-televisie en dat was allemaal, ging allemaal supersnel. Nou, uiteindelijk is dat natuurlijk niet zo, maar nu las ik bij uh, ET News, een grote Koreaanse krant of, of website. Electronic zat, Times. Ja. Uh, dat het dan nu eindelijk gaat gebeuren. Dat Samsung grootschalig OLED-panelen uh, voor laptops en monitoren gaat produceren. Halleluja. We hebben er even op moeten wachten. Want Julian, volgens mij hebben we vorig jaar een laptop slash convertible met OLED-scherm gezien. Ja. Ja, ik... Uh, je had bij je notities ook geschreven dat ze dat met inkjet gaan doen. Inderdaad, ze gaan oleds printen. Um, ja. En uh, vorig jaar op de CES had Asus al een uh, 21 inch monitor staan, een oled monitor. Is nog steeds niet echt uh, verkrijgbaar of uitgekomen. En als die dat zou zijn, ja, want twee die... jaar geleden dat volgens mij. Dell op de CES een OLED-monitor ja. die nooit echt uitgekomen nee, is. Precies, maar ook uh, die, die Asus-monitor die is ook geprint, want dat is van uh, JOLED oled uh, JOLED. Uh, <laughs> Japan OLED. Mooi. Uh, dat is een samenwerking van uh, Panasonic, Sony en dan nog Japan Display wat weer um, Toshiba is. Dus dat zijn eigenlijk alle Japanse fabrikanten bij elkaar. Die zijn al heel lang bezig met uh, OLEDs maken en die doen het ook door te printen. En dat zou veel efficiënter, goedkoper en makkelijker moeten zijn dan. Uh, ja, dat is de theorie. Want voorlopig ja, zijn die precies. schermen nog heel erg Klopt. duur. Klopt. Het uh, de zijn nog heel slecht. Je, je ziet ze nog bijna nergens in. Maar inderdaad, uh, Sharp heeft volgens mij, uh, of nee, die gingen ook weer een eigen proces. Maar dus in ieder geval, ja, de, 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 er komt wat meer variatie in in de fabricage van OLED. En dat is wel een, uh, een plezier. Want dat ik kijk even naar Sim, die daar wel iets meer van weet. Uh, printen, snap ik. Je hebt een printkop en die ja, uh, net als een, legt dan gewoon de de, de, die, de diodetjes neer, denk ik. Die print die. Nee, ja, je moet het zien dat je dan de, de materialen uh, erop spuit. Net als een, wat inkt die wat op een papier wordt uh, gespoten. En zo bouw je dan de, de OLEDs op. En dat is natuurlijk. Ja, in de basis hetzelfde als een, als een, uh, een inkjetprinter. En hoe maak je dan nu OLED als het niet. Dan heb je gewoon hele kleine grijpertjes in, die allemaal dingetjes neerzetten. Nee, dan, dan wordt het uh, dan heb je uh, maskers en dan wordt het er opgedampt in, in, in kamers. Dus je, uh, een, een, een grote rooster. En uh, als er dan iets op een bepaalde plek moet komen, dan zitten daar gaatjes in. En dan wordt dat, dat is natuurlijk uh, veel uh, makkelijker om zoiets in één keer te doen. Dan dat je heel nauwkeurig op elk plekje iets moet, uh, moet spuiten. Want. Je moet je voorstellen: als je een, een foutje print op een stuk papier, ja, als er één druppeltje verkeerd is, dat, dat zie je niet eens. Maar een door je pixel, dat betekent dat je het hele scherm kan weggooien. Dus voordat ja. je met zo'n enorme precisie kan, kan printen, uh, ja, dan zijn we nog echt nog wel een tijdje verder. Want die, ook die schermen die dus nu al uh, gemaakt worden met deze methode, ja, daarvoor hebben ze er heel veel weg moeten gooien om, om eentje te kunnen gebruiken. Dus. Uh, het is echt de maar holy... Ze zijn er ook al jaren mee bezig, toch? Ja, om dit, ja, dit is echt de, 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 de holy grail om, uh, om relatief goedkoop uh, van die schermen te produceren. Namelijk als je het voor elkaar hebt, is het vrij simpel om, om, om het op te schalen. Je kan uh, heel makkelijk hele grote printers maken, waardoor als je, als je die precisie voor elkaar hebt. Ja, dan hoef je het alleen maar de afmetingen, bij wijze van spreken, te vergroten. dat dan die je... kop gewoon verder naar links en naar rechts. Ja, de, de, als die kop maar nauwkeurig geplaatst kan worden bij wijze van spreken... en, en de rest van het procedé, want dat moet allemaal uh, verwarmd... en uh, nee, helemaal ingewikkelde stappen allemaal. Als je dat allemaal voor elkaar hebt, ja, dan maak je het groter. Maar dat, het punt is dus... Hoe groter het oppervlakte is, hoe uh, groter de kans dat er een fout in zit. En daarom zijn al die schermpjes die we tot nu toe uh, met deze techniek hebben gezien, zijn ook allemaal best wel, best wel klein. Dus voordat we een scherm op televisieformaat gaan zien, ja, dan zijn we echt wel weer jaren verder. Nee, maar ze zouden ook beginnen met laptops en monitoren. Uh, ja, overigens, als we denken aan het inbrandprobleem van, van uh, OLED en... en, en uh, displays die zelf licht geven in het algemeen, want dat is niet uniek voor, uh, voor OLED displays. Ja, dan weet ik niet of ik wel een OLED uh, scherm wil hebben waar mijn klok de hele dag in de rechteronderhoek staat te branden of het nou, dat of vind icoontjes ik het ver... van mijn browser en dat soort dingen. Want je weet gewoon als je het maar lang genoeg erop laat staan, brandt het in. En uh, ik, ik, die techniek wordt steeds beter en het inbranden gaat steeds langzamer. Maar als je jarenlang naar dezelfde desktop kijkt, en dat is vrij normaal bij uh, computers ja. die de hele dag aanstaan, ja, ik weet niet of je dat moet willen. Dan moet je eens een taakbalk hebben die de hele tijd over je scherm heen staat. Nee, ja, dat ik. Uh, ik heb dat is twee jaar geleden inderdaad zo'n Lenovo laptop met een uh, OLED-scherm getest. En die hadden dan al softwarematig een, een, een aanpassing aan de taakbalk gemaakt. Dat de, de, de doorzichtigheid daarvan uh, dan wisselde, dat hij niet de hele tijd, uh, nou ja, zeg maar op volle helderheid staat te branden. Dus je moet echt softwarematig daar wel aan gaan denken, inderdaad. Want ik zat nog eventjes toen ik dit las online te kijken. Er zijn verschillende sites die wel uh, burn-in-tests hebben gedaan. Dat is een grote site, het Ratings, die is nog steeds met een lopende test bezig, al twee jaar of zo. Ja, dat, dat zijn overigens uh, gewoon LG-televisieschermen uh, die ze uh, daartussen hebben. En dat is dus een ander procedé dan waar we het hier over hebben. En dat procedé is steeds... eigenlijk minder inbrandgevoelig dan het procedé ja, en, waar we, waar boven... we het hier over hebben. Bovendien ja. testen ze daar tv-kijken daadwerkelijk, dus gewoon beeld wat steeds nee, verder maar, de, maar daar zie je wel dus bij dat de, ze, de, ze volgens mij logo zender logo's, dat zender logo's is, inderdaad van CNN dat soort dingen dat, er, dat, is. dat het grote probleem is ja. als het maar ververs constant ja, is ja het is niet maar zo zelfs, zelfs bij zo'n test daar wisselen zeg maar vier keer per dag wisselen ze van zender of wat dan ook bedoel, de desktop werken dat is echt nog veel eisender dan Ja, maar staat er voor mij ook één test waarbij ze dus constant CNN hebben draaien en daar zie je dus ja. gewoon dat het dramatisch ja, en ja, die, die tik onderin. Die, ja die, dat ga je ook krijgen met je Windows met je start ja oké nou dat was mijn highlight maar eigenlijk willen we het dus gewoon niet dus dat we willen het wel, maar we willen dan dat het nog even wat, wat langer duurt voordat dat inbrandt. Een paar jaar bijvoorbeeld. Dat zou, dat zou fijn zijn. Of dat het gewoon lekker goedkoop wordt. Dat het niet, uh, ja, dat is gewoon elk jaar een nieuwe. Als het een tientje kost. Erin ja. Nou ja, de, de printtechniek be belooft uiteindelijk wel hele goedkope uh, productiekosten. En uh, ver genoeg doorgevoerd uh, naar de toekomst, lagere productiekosten dan LCD nu. Dus, Oké. Okay. Dus een, een wegwerpscherm. Kan dus een optie worden. Nou ja, als je serieus jouw laptop ergens naar binnen kan brengen. En je binnen een half uur een nieuw scherm na drie jaar erin zit. Of twee jaar. Ja. En het kost niet veel. Als je de betere kwaliteit voor het terugkrijgt. Hé, hey, maar dit jongens. Het is woensdag nu dit opnemen. Dus dit komt, op, uh, dit komt morgen ergens online. En dan uh, gaan we denk ik allemaal uh, ergens zaterdag de koffer pakken. Ja. En naar de Consumer Electronics Show. Um, even kijken. Julit voor het voor jou de tweede of de derde keer? Ja. Derde keer voor jou. Mark? Vijf. Vijf, denk ik. <laughs> Five, six, denk vijf, zegt hij moeilijk. Sim? Ja, ik denk ook vijf, maar jij bent toch wel vaker geweest dan ik. Nou, dan maak ik er zes van. Dan... <laughs> en wat? Zes naar de zes. Uh, acht? Nou, ja. Zeven? Zoiets? En we gaan er al een tijdje heen uh, met... Uh, met, met dus even voor jullie beeldvorming. De Consumer Electronics Show, dat is in, uh, in Las Vegas. In het uh, Sodom en Gomorra van, uh, van de Verenigde Staten. Het en, afvoerputje van de United States. <laughs> het is hartstikke gezellig. Het is een soort Disneyland voor volwassenen. En voor mij is het ooit ontstaan als zijn er inderdaad een consumenten elektronica beurs en je moet je een beetje gebouw als de Rai voorstellen. Waar je dan allemaal steentjes hebt van bedrijven die dingen laten zien. Nou, dat is al... Precies, dat zijn al lang niet meer kleine steentjes. Je hebt een hal met kleine steentjes, maar als jij Sony heet of Samsung of uh, LG, dan wordt er een klein, een klein dorp wordt daar opgebouwd, uh, waar denk ik meerdere generatoren voor nodig zijn om dat een beetje draaiend te laten houden. Oh, die hebben ze trouwens niet. We kwamen we vorig jaar achter, of twee jaar geleden? Ja, toen ja, de stroom was uitgevallen. Zonder ja. alle stenten stonden zwart. Komt het water naar beneden. Ja, maar je moet je voorstellen dat het nu eigenlijk... de hele stad heeft overgenomen. Dus wij hopen altijd lekker veel in het hoofdgebouw te kunnen zijn. Um, maar tegenwoordig moet je naar... Uh, Julian, jij doet veel ja, afspraken met, hotels af. met heel veel uh, componentenfabrikanten. Ja. Die hebben dan hotelkamers afgehuurd. Uh, als we wat meer naar de kleine gekkigheid willen... moeten we naar de Sands, heet dat. Dat is een ander expo-centrum. Ze hebben eigenlijk elke pakket... Keerplaats rondom hebben ze gecharterd voor alle elektrische auto's. Ja. Dus het, het is echt. Nou, we zijn allemaal wel eens naar ook naar andere beurzen geweest. Het is wel redelijk bizar volgens mij. Volgens mij ook. Ik bedoel, Mark, je bent een, je bent Klopt. Na, denk elke beurs waar we heen gaan, wel een keer geweest. Is dit de grootste? Ik denk dat het wel de grootste is. oppervlakte maar... denk ik overigens Iva dat die groter is. Ja. ja. Ja, moet je wel wat meer lopen. Ja. Goeie nou, ja, misschien als je alle hotelkamers bij elkaar optelt, dat je ja, bij CES nou, ook nog ja. wel uh, ja. wel ver komt. Maar het is in ieder geval uh, altijd een echte TV beurs om mee te beginnen. Uh, dus Sim, zeg het maar. We gingen een beetje vooruit kijken. Pak je, pak je glazen bol. Wat, ja, wat is er? Wat is 2019 CES en TV's? Go. Ja, nou ja, we, we krijgen altijd gewoon de de nieuwe modellen. Nou nu uh, Samsung uh, is begonnen, de grootste televisiefabrikant ter wereld met 8K modellen. Nou, Als er één schaap uh, over de dam is, volgen er meer. Uh, we hebben overigens al, 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 al heel vaak 8K-schermen uh, gezien. En, en, uh, ik heb Sharp, serieus, denk ik, vier of vijf jaar geleden al ja, allemaal, op CS gezien. Pro ja, prototypes hebben ja. we het dan over. Ja, nou, en en uh, Sharp begon natuurlijk al, uh, al eerder. Ik verwacht ook gewoon... Uh, meer, fabrikant, Wat is relatief makkelijk om een uh, LCD-televisie uh, in 8K uit te brengen. Het is een kwestie van uh, een groter stuk uitsnijden uit het moederglas, zullen we maar zeggen. Hè, die, uh, die schermen worden geproduceerd in enorme glasplaten. En daar worden als het ware de kleinere maten uitgesneden. Dus ja, daar hoef je eigenlijk niks voor, uh, voor uit te vinden om dat, uh, om dat te doen. Daar verwacht ik dus meer van. Maar, wat maar ik... je moet toch wel de, de, de pixels anders verder of minder ver van elkaar afzetten... Uh, nee, want uh, je kan gewoon een, 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 een scherm nemen wat voor 4K is bedoeld. En als je dan uh, daar twee keer zoveel uh, diagonaal gerekend pixeltjes voor uh, Ja, afsnijd, precies. Dus je pakt gewoon je een, een, 8K een 8K scherm Maar masker. dat zou dus wel betekenen dat er voorlopig alleen nog maar enorme 8K TV's komen. Nou ja, het uh, heeft ook weinig nut om dat op nee, een da kleine schermmaat te doen. Dus, uh, Eens, maar dat weerhoudt fabrikanten er niet van om dat om te doen. Dat nee, dat je, dus, dus als je een 40 inch 4K maakt, dan zeg je dan maken we daar vaak een 80 inch 8K van. Precies. Ja, dat is. En. en in die zin hoeven ze daar dus uh, niks voor uit te vinden. Het is een kwestie van anders uh, uitsnijden. Het is alleen wel een, een, een punt als je, wat jij zegt als je naar de kleinere schermaten gaat. En dat zien we ook bij, uh, bij tablets, telefoons en laptops. Hoe kleiner je die pixels maakt, hoe meer licht je verliest. En je dus een fellere backlight nodig hebt. En het energieverbruik om dezelfde hoeveelheid licht uit te krijgen zal dus, zal dus uh, toenemen. Dus het is wel iets waar we vanuit milieu oogpunt in ieder geval niet op zitten te wachten. En vanuit technisch uh, oogpunt eigenlijk ook niet. En ja, nou ja, dat hangt van de toepassing af. Laat ik, uh, laat ik mij uh, genuanceerd uitdrukken. Maar ja, uh, vanuit uh, consumentenoogpunt die gewoon graag naar uh, mooie series en films kijkt, hoef je het in ieder geval ook niet te willen. Want die zijn er niet en die komen er voorlopig eigenlijk ook niet. Dus ja, en nogmaals, en wie heeft een 80 in? Want er zijn of dat soort tabelletjes online met kijkafstand en hoe groot. Maar even heel grofweg, volgens mij alles onder de 70 inch. Ga je niet zien, waarschijnlijk. Ja, nee. Uh, de, de, de 8K instappers van, uh, van Samsung. Dat is, uh, wat is het, 70, 75 inch. Dat is gewoon veel te klein om, uh, om op je een beetje te Je hebt zelfs normaal... groter dan dat nodig om het goed het verschil te kunnen zien. Ja, uh, kijk. Ik kijk graag naar de toekomst. 8K gaat gewoon nut hebben als we een, een muur hebben. Uh, die we beplakken met een, uh, met, een, uh, met een scherm. En dan gaan we het willen. Uh, je moet gewoon zo verschrikkelijk dichtbij zitten. Uh, wil je al dat detail zien in verhouding tot de maat uh, van het scherm. Dat ja, 8K gaan we ooit willen, maar uh, voorlopig lijkt het me nog een beetje, ja, een beetje de megapixelrace uh, all ja, over again. Maar ja, dan. Uh, ja. En ja, het, het is ook gewoon vrij makkelijk scoren voor zo'n fabrikant. Dus, uh, je maakt zo'n zo scherm, vervolgens uh, hou je een of ander verhaal dat dat uh, meer upscalen. beter is. Ja, uh, dat de upscaling uh, ervoor zorgt dat je, dat je er ook nut van hebt. Wat volgens mij overigens helemaal niet het geval is, maar dat terzijde. En dan kan je tegen de buurman zeggen: De mijne heeft meer pixels dan de jouwe. Dat is een beetje waar, waar het dan eigenlijk over, over gaat. Maar een uh, uh, belangrijke uitzondering, hè, die bracht uh, Jeroen nog aan. Uh, foto's kijken op zo'n ding, dat is natuurlijk wel echt uh, heel mooi. Je, je, een 8-megapixel of uh, 32-megapixel foto. Want 8K is 32 megapixel. Ja, is, is uh, zo geregeld. Uh, daar hoef je helemaal geen hele bijzondere camera voor te hebben. En dat ziet er gewoon wel echt heel mooi uit. En dan. Kun je er nog eens naartoe uh, lopen, dus ja, fotootjes uh, kijken. Uh, ik word, Ik heb een nieuwe camera nodig, want die van mij heeft maar 24 meg. Maar dit, dit, maar dat ziet er aan... dus ook mooier uit hè? op zo'n 8K-scherm. Je 24 megapixel, dus ja, je hebt dat al is ze dus al... 4 en 8K in, natuurlijk, precies. Ja, maar dit is dus een reden waarom smartphones alweer weg moeten van 12 megapixel. Nou, dat is een reden waarom smartphones 5-12 megapixel camera's moeten krijgen. Want als je al die details combineert kom je ook op een. Ja, ja dat is waar. Maar Sim, naast het feit dat er uh, uh, nog meer te verwachten is naast nou ja, 8K. We hebben Vorig jaar hebben we bij uh, LG Display natuurlijk de oprolbare OLED gezien. En uh, nou, dat was wat mij betreft wel echt een, uh, een, een technische doorbraak. Uh, we hadden overigens ook al eerder oprolbare schermpjes gezien. Maar dit zag er echt wel uit als een, uh, een bruikbaar uh, prototype. Nou, die werd nog getoond uh, door LG Display, de, de maker van de, van de schermen zelf. Uh, in een soort neutrale, uh, witte doos. De behuizing uh, was uh, ja, eigenlijk gewoon niet vormgegeven. Maar ja, want als je zegt oprolbaar, bedoel je niet een tv die je in een kartonnen koker stopt. Nou, het, het niet. Het, uh, hij gaat vast wel, als het ooit een productiemodel wordt, uh, opgerold verkocht worden ja. En daar zit ook een groot voordeel in voor als je dus een hele grote muurvullende televisie wil. Maar hij zit wel in een kastje toch? Hij, ver, hij verdwijnt daar ja, hij, hij, in... hij, hij rolt zichzelf uit. Dat is, uh, en uh, ik wou nog even afmaken wat ik dan nu verwacht. Dat uh, LG Electronics die gaat uh, naar alle waarschijnlijkheid een, een, een prototype laten zien. Wat dan ook waarschijnlijk later dit jaar in productie zal gaan. Ze dus zullen er waarschijnlijk nog geen datum aan gaan hangen. Maar ik verwacht wel dat we, dat we al een oprolbaar. Dus een mooi vormgegeven. En dus met geluid. Want dat scherm wat we de vorige keer zagen. daar zat bijvoorbeeld geen geluid bij. En dat is nog een hele interessante uh, uitdaging. Want het scherm zelf kan niet zomaar uh, geluid geven. Er is een uh, oplossing van, uh, bij Sony televisies. waarbij er dus achter het OLED-scherm uh, magneten zitten. Uh, dus uh, ja dat het scherm zelf een soort luidsprekerconus wordt, maar een dergelijk scherm kan je eigenlijk niet, niet oprollen, dus dan zou je eigenlijk iets met piezo-elektrische uh, materialen moeten doen of wat dan dus. Maar dat ding zelf zit in een soort koker, dat is praktisch toch gewoon een soundbar. Dus is toch... Ja, maar als er dus ook nog luidsprekers ja. in moeten, dan moet je iets met die vormgeving doen, dan moet je hem dus dieper maken en dat is een beetje hetzelfde verhaal met de, de wallpaper OLED van, uh, van LG. Die heeft dus ook een aparte kast uh, waar de elektronica in zit en de luidsprekers. Het probleem is een klein beetje, je ziet een vrij grote soundbar voor je gevoel, maar slechts een klein gedeelte daarvan is, is ingeruimd door die uh, luidsprekers. Mm -hmm. En daardoor valt hij eigenlijk een beetje tegen. Als wij een grote luidspreker zien, dan verwachten we een heel krachtig laag en verwachten we een groot geluid. En ja, als dat volume wordt uh, ingezet door die, door die rol, dan. Uh... Maar daar is ook alweer een mouw aan te passen, want op het moment dat hij zichzelf uitrolt. Dan uh, is dat volume eigenlijk weer opnieuw beschikbaar. Dus als ze dat dan weer zouden kunnen afsluiten. Of zo. Dus er zijn wel wat dingen te bedenken om die koker in te zetten als, als een soort klankkast. Dat, dat zou wel kunnen. Dus ik ben het heel... lost wel het, het grote probleem op van uh, mensen die hun vrouw of vriendin thuis moeten overtuigen. Die zegt ik wil niet zo'n groot zwart ding aan de muur als hij uitstaat. Want als hij uitstaat rolt hij lekker op. Het zou toch fantastisch zijn als zo'n ding gewoon in je plafond verdwijnt. En, uh, en dat je het grootste scherm van de hele buurt hebt. Want dan heb je eigenlijk wat mensen nu met een projectiescherm. wat uit het plafond komt. Behalve dat, dat je niet hoeft te projecteren. dat, dat ding zelf. Ja, beeld met, geeft. met als heel erg belangrijk voordeel. dat je het niet hoeft te verduisteren. Want dat werkt gewoon overdag ook goed. En uh, een projector is een fantastisch ding. En, en levert een hele prettige ervaring. zolang je maar in het donker zit. En heel veel mensen willen dat natuurlijk niet. En ja, dit is dé oplossing voor meerdere problemen. Als je een groot toestel in de winkel gaat halen. Uh, ja, op het moment dat hij heel groot moet worden, past hij niet meer in je auto. Je, je, je krijgt hem niet meer in de lift of de trap op of zo. Ze dus kunnen hele grote televisies gaan maken. En zelfs uh, ons interieur wordt er niet door ontsierd. Dit is wat mij betreft uh, ja, de oplossing voor uh, het, het tv-probleem. Wat waarschijnlijk de eerste jaren totaal niet betaalbaar gaat worden. Nee, maar we hebben gezien hoe snel gewone OLED-televisies in uh, prijs uh, daalden. De eerste modellen in Nederland kosten 8.000, 9.000 euro. Inmiddels kun je een overjarig modelletje uh, kopen... voor iets meer dan, uh, dan 1.000 euro, bij wijze van spreken. 12, 1.300 euro kun je een, 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 een oud uh, modelletje halen. Al een heel nieuw modelletje. Ja, dus het is dus, dus, ja, dus, dus een kwestie van tijd. Het enige wat ik, waar ik nog wel een beetje een probleem uh, bij zie met die oprolbare dingen is dat als je uh, een projectiescherm hebt um, en die rol je uit, dan gaat hij eigenlijk altijd krullen aan de zijkant. Uh, dus als je een echt een strak projectiescherm wil hebben, dan heb je aan de zijkant uh, een soort uh, spanbanden nodig om dat ding mooi vlak te houden. Nou, dat soort problemen, als dat scherm maar dun genoeg is, dan gaat hij eigenlijk ook uit zichzelf willen krullen. Dus je, je moet wel iets slims bedenken, mechanisch gezien en ook om dat ding, uh, zoals dat ding van wat we zagen vorig jaar, die, ja, die, die aan een soort armpjes, wordt die dan omhoog getild. Dat mochten we niet bekijken. Ik mocht absoluut niet achter de tv kijken hoe dat ding dan uh, omhoog werd gehouden, want dat is ja een soort schaarliftachtige, zo'n glazenwassers liftachtige constructie achter zitten. Ik denk dat dat nog wel een hele uitdaging is om dat uh, om te beginnen mooi stevig en ook tegen aanvaardbare kosten, want ja dat is natuurlijk. Het moet stevig zijn, dus metaal en zo. Dus wordt een televisie wel, wel duurder voor. Maar... Dus jouw doel voor deze CES is achter het scherm kunnen kijken? Ja, ik, uh, ik hoop dat ik deze keer achter het scherm mag kijken. Naar de, uh, de kijk, de ik zou zo graag achter de schermen. Maar, maar nog even één ding, um, die voor mij ook, juist ofwel net of net niet uh, gaat spelen. Is dat er nog steeds aan de wacht zijn op nieuwe HDMI-versie volgens mij? Ja, dat is. Uh, we hopen natuurlijk allemaal dat alle uh, nieuwe modellen uh, HDMI. Uh, hoe, dan ben ik me even kwijt? We het bij 2.1 nieuw? 2.1 en dan misschien B of zoiets. Ja, uh, maar in ieder geval, uh, een tijdje geleden las ik uh, dat, uh, dat er tests beschikbaar waren voor de nieuwe HDMI-norm. En dan denk ik, van, ja, dat is toch eigenlijk laat als je op de CS allemaal al nieuwe modellen ja. moet gaan uh, introduceren. Ja, en dat is vooral ja. relevant omdat we hoge refresh rates willen op 4K. Precies. Toch, dit, dit kan ons uh, 4K HDR 120 frames per seconde sport opleveren, bijvoorbeeld? Ja, en niet geheel onbelangrijk voor de gamers onder ons Precies. de variabele framerates. En dat vind ik eigenlijk persoonlijk nog boeiender, want uh, beeldmateriaal in hoge framerates, dat is ja, net zoiets als, als, als 8K. Uh, dat is technisch nu gewoon mogelijk, maar voordat je, daar, uh, voordat je dat een keer in de huiskamer hebt... Hè, we zouden heel graag sport willen kijken. We zijn een beetje Formule 1-liefhebbers bij, uh, bij Tweakers hier. Met, uh, met 100 of 120 frames per seconde Formule 1 kijken. Lijkt ons allemaal prachtig, maar voordat we dat in de huiskamers hebben... zijn we weer jaren verder, want dat kost weer extra bandbreedte en duurder en zo... Maar die variabele framerate, rate, daar ja, kunnen we gewoon direct inzetten om, uh, om onze games te mooier uit te laten Dat is gewoon AMD's FreeSync eigenlijk? FreeSync, ja, man. die is gewoon opgenomen in de HDMI uh, specs. En uh, dat betekent overigens ook in de strijd tussen FreeSync en Nvidia's G-Sync, dat dit wel eens een, uh, een doorslaggevende factor zou kunnen zijn. Op het moment dat alle apparaten met uh, HDMI voorzien zijn van uh, FreeSync, uh, dan ja, wat voor meer toegevoegde waarde heeft, heeft G-Sync uh, dan nog? Dat vindt NVIDIA overigens vast wel dat, uh, dat dat van hun beter is en zo. Tuurlijk. Maar we hebben in het verleden al heel vaak gezien uh, als er een format war aan de gang was, dat niet per se het uh, beste alternatief vond, maar het goedkoopste. Nou ja, als dit gewoon standaard wordt, dan zie ik op de lange duur uh, G-Sync wel verdwijnen. Wat ik eigenlijk ook wel prima vindt. Want verschillende standaarden zijn vervelend. We moeten gewoon één, uh, één heersende hebben. Ik denk dat niemand daarmee oneens is. Nee. Uh, Jules, jij gaat niet naar tv's kijken... of vast wel als je langs loopt. Uh, jij hebt meer je focus op uh, laptops en componenten... alles wat daaromheen uh, gaat gebeuren. Mm -hmm. Ja, ik ben heel erg benieuwd dit jaar. Want uh, CES, nou ja, de naam zegt het al... Uh, Consumer Electronics Show. Het is altijd een beetje consumenten-elektronica... Uh, wel veel laptops, maar niet zoveel uh, hardcore PC-onderdelen. Uh, uh, maar dat gaat dit jaar wel anders worden waarschijnlijk. Uh, want alle, alle grote fabrikanten die zijn uh, uitgebreid aanwezig. Uh, AMD, Intel, Nvidia. Uh, van Nvidia weten we eigenlijk al uh, wat ze gaan doen. Ze komen met de RTX-kaarten voor laptops. Dat is allemaal vrij uitgebreid uitgelekt. Dus ik ga op de beurs ongetwijfeld heel veel nieuwe game-laptops zien met uh, RTX-videokaarten. Uh, en wellicht komt er ook nog, uh, nog een modelletje voor de desktop. Ehm... Um, Interessant wordt wat, uh, wat AMD gaat doen. Uh, de CEO van AMD komt een uh, persconferentie houden. En dat gaat zij doen op de woensdag. Dus um, eigenlijk wordt al het nieuws van de CS... Wordt meestal al uh, een paar dagen van tevoren. Of, Weet je, rond de, de maandag is het persgeweld? Uh, uh, ja, precies. Uh, persgeweld. Uh, zondag en maandag dan wordt alles bekendgemaakt. En dan vanaf uh, dinsdag wordt alles tentoongesteld op de beurs. Maar AMD gaat pas op woensdag het grote nieuws vertellen... En uh, de verwachtingen zijn wel een beetje dat dat bijvoorbeeld uh, een nieuwe serie Ryzen processors voor desktops gaat worden. Of uh, nieuwe Vega videokaarten. Met meer dus cores Meer cores, uh, kleiner ProCD, meer snelheid, meer gigahertz, meer alles. Dus, ja. Maar dat is mooi, want we gaan waarschijnlijk volgende week op woensdag ook opnemen in de avond. Ja. Dus dan kunnen we dit meepakken in, ja. in de volgende podcast. En, en Intel dan, wat gaan die voor doen? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Uh, ze hebben laatst natuurlijk al wat details gegeven over hun nieuwe architectuur. Dat ze ook de kant op gaan van, uh, van chips die, die uh, niet per se uit één stuk bestaan. Maar waren ze ook niet bezig met hun eigen. Echte gaming videokaart. Ja, ja, ze zijn bezig met een, een GPU. Daar hebben ze uh, nou ja, Raja Koduri van AMD voor aangenomen uh, in de uh, Alleen daar is al van gezegd dat die in, ergens in 2020 gaat komen. Uh, wellicht gaan ze daar wat over vertellen, ik hoop het. Maar aan de andere kant, ja, ik verwacht eigenlijk niet dat de CES daar de beurs voor is. Uh, dus primair is, is de CES wel de beurs waar fabrikanten graag over hun laptop hardware vertellen. Uh, maar het zou zomaar kunnen. Ik hoop dat ze daar wat over loslaten. Hey, en buiten het feit dat we daar rondlopen en allemaal dingen voor werk moeten doen. Uh, zijn er natuurlijk ook gewoon allemaal leuke dingen of dingen waar we misschien niet over schrijven. Zijn er nog dingen die jullie opkomen van zegt. Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar x. Ik ga er misschien niks over schrijven, maar ik, uh, ik wil het wel gezien hebben of uh, ik wil het wel meemaken. Nou ja, ik heb, ik heb eerder uh, op de CES uh, een uh, robot gezien die je kleding opvouwt. En nou, dat. Dat zag er echt uit als doorgestoken kaart. Dus er werden uh, uh, kledingstukken, t-shirtjes werden in dat ding gegooid. Maar dat, dat ding was een grote zwarte kast. Dat, dat ding was, was, een, groot, het was een kledingkast. Dat ja, was geen kledingkast. En waarschijnlijk zat daar een mannetje in, kleding, kleding te vouwen. Precies. precies. Dus daar dacht ik van ja, de vent staat zo ontzettend lang oude hoerverhaal te houden. En, en, en nou ja, echt tien minuten later of zo kwam er een opgevouwen, opgevouwen t-shirtje uit. Dus dat was een beetje lachwekkend was het. Maar als dit nou eens echt gaat werken, en ik heb al. Uh, beelden gezien van uh, Panasonic, die dan ook een robot in een uh, lab... En het zag echt heel indrukwekkend uit dat je dat, nou ja, zo'n t-shirtje heel snel werd gevouwen. Ik wil dit. Ik wil die kast waar ik mijn, mijn, mijn kleding smerig ingooi en dat het er aan opgevouwen, gestreken enzovoorts uitkomt. Ik bedoel... Ja, wie ik... wil dat niet? Iedereen uh, wil dat, toch? Ja, dat zal waarschijnlijk veel te duur zijn. En er zullen altijd mensen zijn die zeggen van uh, wat een onzin, dat kan ik zelf beter. Maar ik kan het in ieder geval niet zelf beter. Dus ja, ik, ik hoop echt dat er een nieuwe versie is. En dat we ook in de kast mogen kijken deze keer. Want daar die beelden die ik had gezien van, uh, van de pand van. Het zag echt heel indrukwekkend uit. Dat was een heel snel vouwen. Dat kun je ja, prachtig om te zien, sowieso. Als je robots aan het werk ziet, vind ik altijd geweldig. Dus ik hoop dat we dit jaar een nieuwe versie zien. Lijkt me mooi. Mark, Jules, dingen waar jullie uh, nog echt langs moeten gaan? Uh, nee, ja, ik ben altijd uh, heel benieuwd wat ik tegenkom. Het is gewoon een, een, een beurs uh, om op rond te lopen en, en waar je dingen moet tegenkomen. Ik vind, ik vind zelf altijd uh, interessant om in de hal met de auto's te kijken. Uh, er stond uh, ja, staan een prototype. Is vorig jaar stond daar zo'n uh, prototype van Nvidia van de Race. Dat is een soort uh, elektrische Formule 1-auto met uh, autonome computer en alles. Ja, je kan er niet in rijden, je kan er weinig aan zien. Je kan er niet zo heel veel mee, maar het is super tof om te zien. Ja, wat mij altijd wel opvalt, is dat ze nog steeds in die hal met auto's, dat die ongeveer de helft met ouderwetse autoradio's gevuld is. Ja. Terwijl voor mij, als jij een moderne auto koopt, heb je een geheel geïntegreerd entertainment systeem met schermen en zo. Dus het idee van ik, ik trek mijn radio eruit, ik doe een nieuwe radio erin. Maar met fantastische rgb speakers en alles erop en eraan. Dat is nee, wel, dat, dat ja. wel inderdaad. Nou, we hebben denk ik ook voor het eerst ook echt wel wat aandacht besteed aan, uh, aan, aan automotiven. Ik weet nog, ik heb samen met Mark, met jouw collega Luc hebben we. Met de camera achterin een een zelfrijdende taxi van Uber zijn we gesprongen die ook echt daadwerkelijk Soms zat wel iemand achter het stuur maar die had zijn handjes los uh, zijn we gewoon door Las als heen gereden wat bizar goed werkte eigenlijk kreeg je hem vervolgens ook uh, in je Uber app terug dat je hem moest afrekenen oh, terwijl, ik moet het wel goed zijn het was lift ja. het was lift, maar ik moest hem wel via de app bestellen het was dan tegen 0 euro maar je moest echt wel kon je hem gewoon moest je ik weet niet je moest een bepaalde code invullen dat je dan een soort beta groepje zat en maar dan, mensen, uh, mensen konden daar in principe ook tegen betaling van gebruik maken? Of, nee, dit was wel echt was een wel demo een voor, voor, ja. voor Mike. Met een mannetje in de kofferbak die door een camera. Nee, ze hebben wel volgens mij wat. wat uh, je kon ergens wel wat apparatuur zien. Het was allemaal nog redelijk grof wat erin lag. Uh, en er zaten, denk ik, nou, 15 plus camera's en andere sensors en LIDAR's op dat ding. Um, maar het, het, het was een, een real life demo. Is het enige wat ze nog nu anders hadden, ze hadden camera's die de stoplichten konden detecteren. Uh, maar just to be sure. Hadden ze ook zenders op de stop, uh, stoplichten ja, gedaan? Het, het werkte alleen op de strip en nergens anders in de wereld. Uh. Uh, ja, op dit moment wel. Uh, Waarbij waar, waar ja, je wel moet zeggen geleden. dat als dit in de toekomst echt alsnog met zelfrijdende auto's gaan doen, is het natuurlijk helemaal niet gek dat er ook sensoren in de weg komen en op stoplichten om dingen ook ja, te en, communiceren. En, en, en waarom niet uh, gewoon stroomrails, zoals uh, voor de tram, dat je onderweg ook je auto kan opladen. Nee, als dat zou was. Zo. Maar wat ik hier al toen al heel erg bijzonder vond. En misschien gaan we dit jaar wel weer zo'n ritje maken of niet. Is dat we op de strip reden En er kwam iemand vanuit een zijstraat redelijk grof invoegen. En voordat wij er erg in hadden. Het eerste dat wij merkten dat die auto afremde. En toen zagen we pas. Oh, er komt iemand van de zijkant. En toen liet hij hem invoegen. Dus die auto had het eigenlijk al veel eerder gezien dan, dan wij die aan boord zaten. Maar ging die ook automatisch toeteren? <laughs> hij gaat niet automatisch toeteren. Hij gaat ook niet het raampje naar beneden doen. Ja. En dan schelden en zo. Dat gebeurt niet. Uh, dus die, die vond ik uh, op zich een uh, interessante ontwikkeling. Ik weet van Google dit jaar dat ze zeggen dat ze met een drie keer zo grote center staan. Google is voor mij een paar jaar geleden begonnen met een heel klein hokje buiten op parkeerterrein. En dat wordt steeds groter en groter en groter. Uh, want ze zien natuurlijk, oh, alles werkt nu met Alexa en alles werkt met Google Assistant. Dus die zeggen dat ze daar ook uh, echt heel veel meer gaan doen. Um, ja, ik, ik ben, persoonlijk ben ik. Ik hou nog een beetje vast aan, aan, aan VR. Ik denk ergens. Jij bent de laatste die er nog in gelooft. Ah, ik weet niet. Ik, ja, ik bedoel, ik, ik ben ook heel erg voor VR en zo. Maar als ik, als ik gewoon zie dat het momentum echt aan het verminderen is, Dat is, is dan het vooral... vrees ik met grote vrezen. En ik wil heel graag lekker VR. Maar ja, we hebben allebei nog niet geïnvesteerd in, in, in nee, VR spullen. Dus ja, als wij het al niet doen. Ja, dan gaat het grote publiek al helemaal geen geld aan uit. Maar ik kijk even naar Mark. Voor mij, twee jaar geleden, toen we daar rondliepen, ik bedoel, toen zijn we bij Oculus langs geweest, bij Five langs geweest. Uh, toen had elk bedrijf had een vr bril Toen dacht je echt, nou, dit wat is het onderwerp van de beurs? Ja, toen was, toen was echt het momentum, inderdaad. En we hebben daarna natuurlijk hier alles ook wel of, of wel veel ook gereviewd en gespeeld. En, uh, maar ik, ja, ik ben hem ook wel een beetje kwijt hoor, eerlijk gezegd. Ja, nou, Oculus staat dit jaar niet op de beurs. Die skippen hem gewoon. Uh, HTC heeft een persconferentie, daar gaan we nog wel even kijken, waar ik persoonlijk dan nog wel benieuwd naar ben, uh, en daar hoop ik nog snel een afspraak te kunnen maken. Uh, dat is een Vins bedrijf dat heet Vario. en Vario maakt ook een bril die hebben een hele vette constructie. Die hebben eigenlijk een, uh, een reguliere HMD, een head-mounted display, met dus het soort scherm wat je nu in een 5 Pro krijgt, wat best oké okay is, maar lang niet scherp genoeg. En dan um, hebben ze met een soort spiegel prisma constructie projecteren ze daar een heel klein rechthoekje overheen. Op elk punt van dat scherm kunnen ze dus een, 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 ja, een klein beeldje overheen projecteren. En dat is dan super hoge resolutie, veel hogere pixeldichtheid dan uh, dat scherm zelf heeft. En dan gaan ze gebruik maken van eye tracking om te kijken waar jij kijkt. En op het moment dat je dan dus naar nou, rechtsboven kijkt, wordt daar een soort overleedje overheen geprojecteerd, wat dus heel scherp is. Uh, waarbij dus je, ja, je zicht aan de zijkant nog steeds wazig blijft. Dat maakt niet uit, dat is het toch wel. En dat is hun manier om uh, ja, relatief goedkoop, opeens een hele grote stap te kunnen maken op het nou ja, gebied van en, scherpte. En vooral ook goedkoop qua rekenkracht. Want als ja. je niet al die pixels in hele hoge resolutie hoeft te uh, rekenen, uit te rekenen, dan uh, versnel je de boel daar enorm mee. Het klinkt overigens niet als echt heel goedkoop. Wel goedkoop qua rekenkracht, maar het is een oplossing met een spiegel. Ja, en nee, het klinkt als een hele dure en misschien ook wel zware constructie op je hoofd. Dus vast. Maar uh, ik heb een filmpje gezien van de implementatie en dat zag er echt al. En ook met uh, iemand die zijn camera in een lens had gestopt en gefotografeerd had. En dat je ziet hoeveel verschrikkelijk van scherper dat is. Ja, uh, dus en dan die... kan voor, het, voor je gevoel kan ook dat punt bereikt worden. Dat je dus echt geen pixels meer ziet. En dat is dus een van de belangrijkste stappen om, om het echt te laten lijken. Is dat die resolutie hoog genoeg is. Dat zou hiermee dus bereikt kunnen worden. Ik vind het op zich wel een, nou ja, een, een, een mijlpaal. Ik vind een hele slimme manier hoe ja. ze het proberen te doen. In plaats van dat hele scherm zo scherp krijgen. Terwijl we als mensen toch helemaal niet zo scherp kunnen zien vanuit onze ooghoeken. Uh, dus ik, ik was met ze in contact voor de kerst. En toen kreeg ik geen mail meer terug. Dus ik moet zo meteen nog even wat mails eruit knallen. Om te kijken of we daar, uh, of we daar langs kunnen gaan. Maar dat lijkt me nog wel ja, een soort laatste strohalm dit jaar. Om te kijken of we nog iets van. Uh, of iets van VR kunnen maken. Um, ja, en, en buigbare dingen. Dat wordt hem toch ook gewoon? Ik hoop toch dat we. Kijk, we hebben een beetje een soort strijd intern. We hebben CES in januari. Dan hebben we Mobile World Congress in februari. Ja. En, en Arnoud en Chris willen graag daar de eerste buigbare telefoon in hun handen hebben. Nee, we gaan voor de CES. Ja, ik hoop dat wij <laughs> ja, de eerste ja, ja, buigbare zeker. telefoon toch zien. Ja, zeker. Ja. En dat we eentje meekrijgen om te testen, natuurlijk. Uh, gelijk. Dat die in, in, in het lunchpakketje zit. Ja, ja. Samen met ons appeltje en onze chips. <laughs> en, uh, Oh, echt over lunchpakket op een Amerikaanse beurs kun je ook een hele podcast vol praten, um, maar ik ja, ik weet het. Vorig jaar had je bedrijven Roy, Royal Royal Royal, um, die hebben al een, een, een buigbaar display laten zien en, die en hebben en al de telefoon aangekondigd. Die uh, hebben al een telefoon aangekondigd dat ze heel tof zijn. Uh, Samsung komt natuurlijk met dingen. Ja, dan moet je ook andere dingen op termijn buigbaar maken. Volgens mij heeft LG ook al flexibele accu's laten zien, um, bestaan er al. kijk flex, flexibel printplaten. Jazeker, dat, uh, dat bestaat al heel lang zelfs. Dus we hebben we een flexibele printplaat, we hebben we een flexibele accu, ja. we hebben een flexibel scherm. Nee, het, en het, het, de chippies het, zelf zijn dat nog wel. Het, 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 het probleem is, is ook altijd hoe je dan de verbindingen uh, heel houdt. Dus als je bepaalde componenten op een flexibele uh, printplaat zou doen en je buigt dat twintig uh, keer, blijven dan die connecties heel. En dat is, dat is de, 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 de grote uitdaging. Dus ook als je het scherm. Uh, bijvoorbeeld, buigbaar hebt en je hebt de accu. En, en nou, zorg maar eens dat dat allemaal heel blijft. Die mechanische krachten, die, die, die zijn uh, ja, misschien niet zo heel groot, maar je moet het wel heel vaak kunnen buigen. En, en dat is sowieso een, een, een uitdaging hoor, om dat uh, goed te krijgen. Oké, okay, dus de toekomst is dan eigenlijk buigbaar, hopelijk. Het... Voor jouw tv's wordt het buigbaar, voor de laptops moet het misschien ook wel buigbaar worden met die schermen, smartphones buigbaar. Ja, al kun je je afvragen ah, al Mart... of alles buigbaar moet zijn, maar kan wel gaan wel binnen zelf stuk als het niet breekt. Nou ja, je hebt dus wel die uitdaging van blijft het ja, heel okay, als je het vaak, beetje... vaak buigt. Een stevige behuizing is is blijft langer heel. Dat sowieso. Dat is waar. We gaan het zien. Um, die apparatuur waar we nu leuk in babbelen, die nemen we dus mee. Dus die gaat de koffer in. Uh, en als het goed is uh, over ongeveer een week, give or take met de tijdzone, gaan we vanuit ons mooie appartement in uh, Vegas uh, kijken hoeveel. Uh, hoeveel van dit gebabbel eigenlijk waarheid is geworden. Ik denk een groot deel wel. En ik hoop juist dat we dat nog over een paar hele grote verrassingen kunnen hebben... die we vooraf niet hadden kunnen bevroeden. Uh, op Tweakers kun je van, denk ik, vanaf zondag... zal het nieuws al binnen gaan druppelen. En uh, vanaf maandag of dinsdag onze coverage vanaf de CS gaan, uh, gaan bekijken. En dus ergens op de donderdag, ik denk iets later dan normaal... verschijnt dan de podcast. Die moeten wij daar over Amerikaans internet uploaden... Uh, dat is niet zo snel. Als je ooit nog eens denkt dat je heel erg slecht hier zit in Nederland met je internetsnelheid. Ga een keer naar Amerika toe. Uh, dus dat kun je allemaal volgende week op het site verwachten. Uh, dank je wel voor het luisteren. Dank je wel, Sim. Graag gedaan. Dank je wel, Mark. Dank je wel, Julian. Graag gedaan. Wij gaan onze koffers pakken. En uh, dank je wel voor het luisteren. Feedback graag in uh, de reacties in het forum of via podcast at tweakers.net. En tot volgende week vanaf de CES.